Nou, ten eerste, heren, hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Ja. Het is goed om te horen, want nou ja, ik heb een beetje ingelezen over jullie. Je waren bezig met een opmars naar de eerste plaats. Dan komt vervolgens de hele wereld tot stilstand en wordt alles naar achter gedrukt. Voor jullie Ja. als band die op zoek was naar momentum of dat een beetje probeerde te krijgen, hoe was dat? Ja, zoals ik nou naar kijk, ja, het is nou niet anders, weet je wel. Ze steken er wel in, maar ja, ik had het graag anders gezien natuurlijk. Ja. En ja, goed. Ja, ik denk dat je als band sowieso graag wil spelen, dus ik denk dat iedereen er wel last van heeft. Maar was het moeilijk om daarmee om te gaan, omdat muziek toch zo'n belangrijk onderdeel van je leven is? Ja, zeg maar rust. Nou, ik weet toen net de eerste lockdown kwam, toen zijn we eigenlijk net begonnen aan het schrijven van een nieuwe plaat. Dus op dat moment kwam het eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Toen zijn we gewoon, toen gingen we repeteren, nieuwe dingen schrijven. En dat hebben we toen een half jaar gedaan en toen hebben we een plaat opgenomen. En daarnaast is het wel een beetje, ja, toen voelden we denk ik ook wel dat het stil stond. Ja. Had het Ja, op een je gegeven bent moment ook nou wel een over. beetje, ja, je bent nou een beetje aan het repeteren voor. Ja, we hebben wel wat dingetjes staan. Maar ja, je weet ook niet of het doorgaat. Dus je bent zo'n soort van show aan het repeteren. Maar ja, wanneer je die gaat spelen, dat is maar de vraag. Ja, precies. Wat voor jullie was op dat moment dan de visie voor de band? Want een deel van jullie komt voort uit de Black Marble Selection. En ik weet niet of het een soort doorstart was met onder een andere naam. Of, want ik weet niet in hoeverre welke leden zijn blijven hangen. Maar wat was jullie idee over waar het met de Small Breed naartoe ging? Rond Qua die tijd. muziek of? Nou, beide, gewoon qua muziek en ook wat jullie eruit wilden halen. Jullie hebben meegedaan met de popronde in Ja. 2019, dus. Ja, het was wel in het begin een soort van doorstart, maar we wouden niet te veel. We wouden gewoon niet meer onder die naam doorgaan, Black Marble Selection. Maar ja, qua visie, eigenlijk. Ja, het is wel nog steeds wel jaren 60 geïnspireerd, maar ik denk dat we wel een stuk breder zijn dan dat. Er zit een invloed van folk in, van bossa nova, ja, noem maar op. Dus we zijn ook wel wat breder en we zijn denk ik gewoon beter geworden als muzikanten. Nou, Waardoor je ook. oh, sorry. Nee, dat nee, Nou, ik noemde net de popronde. Hoe belangrijk was die popronde voor jullie om, want jullie kenden elkaar dan natuurlijk al wel, maar hoe belangrijk was dat om dat geluid een beetje te vangen, om allemaal op dezelfde pagina te zitten? ik kan Guus misschien wel goed vertellen, want hij was er net bij, denk ik. Ja. Ja, we hebben niet superveel shows gespeeld op de popronde. We moesten er een paar afzeggen en werd ook niet heel vaak gevraagd. Maar degene die we hadden gedaan. Ja, die popronde optreden zijn altijd wel een uitdaging. Omdat je zo de ene keer ergens op een veranda neer wordt gezet. En de andere keer in een hoekje. En de andere keer ook gewoon een heel leuke plek. Dus ja, het zat best wel een beetje aankloten. En het sowieso laten werken. Dus in die zin was het eigenlijk al meteen wel spannend of zo. Maar aan de andere kant, net zoals iedere andere show, we zijn toen wel met een soort nieuwe formatie waar ik dan ook bij kwam, begonnen. En toen hadden we inderdaad meteen als eerste optredens bij de popronde. Voor mijn gevoel ging die wel goed eigenlijk. Ja, maar ik wil ook eigenlijk ook wel. Ja. Ja. Nou, ik wil even terug naar zeg maar dat idee van de muzikale invloeden. Want ja, je zegt het is natuurlijk 60's, maar dan ook meerdere invloeden. Laten we eerst even die 60's pakken. Wat is het dat dit tijdperk van muziek maken en creativiteit zo aantrekkelijk maakt voor jullie? Ja, er zijn zo fucking veel goede bands uit die tijd. Ook gewoon onbekende. Dus
ja, het is een soort van muzikale revolutie geweest natuurlijk. En ja, ik vind nog steeds ja, gewoon het geluid, hoe het is opgenomen. Mensen gingen experimenteren in de studio's, waardoor ze weer op nieuwe ideeën kwamen. Ja, dat vind ik gewoon super interessant. En het is gewoon, ja, hoe leek het uit? Ja, die producties vind ik gewoon super goed vaak. Het is gewoon, als je kijkt naar Pet Sounds bijvoorbeeld, dat is een van de eerste echte studioplaten, dat ze dachten van, nou, we gaan gewoon alles erop gooien. En kijk, live gaat het toch niet lukken, maar we gaan gewoon een mooie plaat maken. Hm. En tegenwoordig kun je dat natuurlijk gewoon wel live doen, omdat je natuurlijk heel veel elektronische shit hebt en je hoeft bij wijze van spreken niet met een mellotron van hoeveel kilo op pad te gaan om shows te spelen. Dan pak je gewoon een keyboardje, daar zit het geluid ook in. Dus ja, ik vind het gewoon cool dat ze zo experimenteel waren in die tijd. Nou, ik zit zelf ook wel, dat is ook wel een beetje waar mijn muzikale hart ligt in die tijdsperiode. En ik vind dat concept zo fascinerend, dat je een soort van nostalgie hebt naar een tijd die je zelf eigenlijk nooit hebt beleefd. Hoe ervaren jullie dat? Ja. Ja, ik denk ook wel dubbel inderdaad. Ik denk dat omdat je het zelf nooit hebt beleefd, je het ook misschien meer kan romantiseren of zo. Ja, misschien ook wel, ja. Het is wel, denk ik, een tijd waarin ook muzikaal, ja, straalt wel veel positiviteit uit. In zijn algemeenheid. Dan wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de jaren 80, wat toen vernieuwende muziek was. Wat ik ook goede muziek vind, hoor. Maar, misschien is het ook wel fijn of zo, dat je er wat meer afstand van hebt. Dus dat je het wat anders analyseert. Dat het dat je meer kan zien van, oh ja, dit deden ze toen. In plaats van dat je er zelf middenin zit. Ik weet niet of dat er. Nou, laten we dan even gaan naar het schrijfproces. Want je zei begin van de lockdown, dat was wanneer het schrijfproces een beetje echt begon. Ik noemde net die muzikale invloeden de 60's, maar zoals jullie zeggen, er zit ook andere invloed bij, folk, bossa nova, van alles. Hoe begin je die eerste paar schetsen voor nummers te vormen? Of hoe beginnen zich die te vormen? Meestal heeft iemand gewoon thuis, of op gitaar, of op toetsen, gewoon een soort van opzetje, een melodietje. En soms, bijvoorbeeld Guus komt even in de klas gehad, dat hij met hele nummers aankwam. Ik volgens mij ook wel eens. Maar dan gaan we samen in de repetitieruimte kijken, weet je, een beetje puzzelen, stukjes, overgangetjes, arrangement, wat is vet, wat is niet vet. Dus het is best wel, we werken uiteindelijk wel echt samen aan de nummers, maar iemand komt wel een soort met een groot iets aanzetten en daar kunnen we op voorbeduren. Zat er voor jullie ook een soort van sleutelnummer bij, waar de rest van de nummers zich een beetje omheen gingen vormen, wat uiteindelijk zichzelf tot een album heeft gemaakt? Ja, ik weet het eigenlijk niet eens. We hebben wel een beetje gelijktijdig aan meerdere nummers tegelijk gewerkt, weet je. Ja. Die zijn een beetje allemaal tegelijk, of meerdere tegelijk ontstaan. En aan het eind zijn er nog een paar. Ja, soms blijft het een beetje hangen, dus dan moet je even iets gewoon plank leggen. En later een keer terugpakken. Maar ja, inderdaad. Nou, ja. Laten we dan gewoon even specifiek nummer induiken. Wat was de eerste die zich volledig begon te vormen? Of een van de eerste nummers die soort van uitgedikt werd? Hoe weet jij dat, Guus? Ik denk You Remember a Dream of the Fifth Season. Een van die twee, denk ik eigenlijk. Yeah. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Met?
met de fifth season. Hebben we daar je eigenlijk wel van gevoel? Of niet? Ja. Nou, laten we die fifth season nemen dan. Want ik las ergens dat die werd geïnspireerd door een acid trip. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. 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 Ja, de tekst gaat een beetje over het idee dat vijf seizoenen samenkomen in één soort van symbiose van de vier seizoenen in één nieuw seizoen. Mm. Waarin alle natuurverschijnselen eigenlijk een soort van soort van die cyclus van tijd in vier seizoenen soort overstijgt naar één moment. Daar gaat het eigenlijk over. Okay. Het muzikale landschap van dat nummer, want hij klinkt ook wat, vooral richting einde vond ik wat meer duister, of ja, ik weet niet of dat een goede omschrijving is, maar hoe vormen de thema's en de muziek zeg maar samen dat idee? Want heb je bijvoorbeeld eerst de muziek en komt daarna de teksten, of is het andersom, of hoe gaat dat te werk? Ik had die tekst een paar jaar geleden een keer geschreven. Een jaar of vier geleden of zo. En ik had er nooit iets mee gedaan. En toen zat ik geloof ik een beetje te jammen op de gitaar. En toen dacht ik, oh, daar kan die tekst wel mooi overheen. En toen hebben we er met de band echt nog heel veel, is het echt nog alle kanten opgegaan eigenlijk. Ja. We hebben een keer een beetje een soort funk, bijna een soort funknummer van gemaakt, weet ik nog. Of ja, niet funk, maar een beetje zo Pretty Things. Ja, klopt, ja. Pretty Things, als ze heel erg funk georiënteerd waren. Ja, ik was er heel vaak niet mee eens, in ieder geval. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar uiteindelijk is het wel heel vet geworden. Uiteindelijk is het heel vet geworden, vind ik, hoor. Maar daar hebben we echt wel aan moeten puzzelen, ja. Hoeveel van dat gepuzzel deden jullie van tevoren in het maken van de demos, en hoeveel daarvan is tot stand gekomen samen met Marcel in zijn PAF-studio? Bij Fifth Season is toch wel die orgellijn, die windorgel, die is daar wel echt bijgekomen. Want daar, ik had zelfs iets van, ja, ik weet echt niet wat ik op moet doen. Ik speelde die fuzzgitaar. En op een gegeven moment viel de puzzel een beetje om elkaar, zeg maar. Door die windorgel en door die sound van de drums. Ja. Ik kreeg een soort van Velvet Underground gevoel bij. En toen dacht ik van, hier kan ik wel mee. Dus ja. Dat is wel een goed voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, wat hebben we wel helemaal uitgedacht? Ik denk hoor. Wonder Your Angel heb je helemaal eigenlijk die demo. Dat is gewoon eigenlijk bijna 1-op-1, toch? Ja. 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 En bij To Another Land weet ik dat we echt heel veel hebben geëxperimenteerd met gekke geluidjes in de studio nog. Ja. Dat was maar die zanglijnen, die dubbele zang, die hebben wij vrijwel altijd gewoon van tevoren verzonnen. Maar ja, we hadden een paar koortjes volgens mij. Mm. Bij Merman, weet je wel, die papa's. Ja. Ik denk dat de basis stond altijd wel voordat we de studio in gingen. Ja, Maar het is ook wel een paar keer geweest, zoals bij Mirror Man, dat Marcel zei van, dat kun je beter wegdoen. Dat we dan één ding opgehaald. Ja. En dat we dan toch weer iets anders hadden toegevoegd of zo. Ja. Dus de basis stond altijd wel. Ja, Marcel is daar wel goed in, hoor, vind ik. En, en gewoon die dingen gewoon bijverzinnen en heeft hij wel goed de oor voor. Ja, want Marcel die heeft natuurlijk wat ervaring met de kick ook, met een soort van die sound van dat tijdperk. Waren jullie ook op zoek naar een bepaalde sound? Of een bepaalde, hadden jullie dat idee al voordat jullie de studio in gingen, of was dat gewoon een soort van organisch zo op de plaat gekomen uiteindelijk? Ja en nee, denk ik. Ik vind als je naar onze plaat luistert, dan hoor je er wel nog steeds dat we gewoon in 2021 leven. En dat vind ik aan de ene kant ook al belangrijk. Het moet niet echt 1-op-1 zijn van, oh, dat is echt uit die tijd. Je mag het best wel horen natuurlijk. Maar ik vind ook dat je hoort aan de gelaagdheid en qua
bassengeluid, zeg maar. Dan hoor je wel dat het gewoon... Ja, dat we gewoon in het 2021 leven. Met dan een beetje met beide benen in een soort van tijdperk staan. Ja, dus het was wel belangrijk om niet alleen maar een retro idee, zeg maar, te hebben. Ja, precies. Je noemde het Mirror Man en dat was een nummer die voor mij een beetje uitstak persoonlijk. Dus ik wil eerst, dan begin ik eerst bij jou, Erik. Hoe interpreteer jij dat nummer? Dan ga ik het straks aan Guus vragen, want ik neem aan dat Guus de tekst heeft geschreven. Nee, heb ik geschreven. Oh, oké. Okay. Jezelf een spiegel voorhouden. Daar komt eigenlijk van neer. Dat is heel het verhaal. Was dat een reflectie op, zeg maar, want dat is ook iets wat veel gebeurd is vanwege de coronacrisis, dat veel mensen thuis zitten en zichzelf even een spiegel voor krijgen. Ja, en ik kwam net uit een relatie, dus ik moest mezelf weer even terugvinden, zeg maar. En daar best wel wat inspiratie uit kunnen halen. En voor jou, Guus, hoe hoor jij dat nummer? Ik ben vooral niet zo heel erg bezig met de tekst bij dat nummer eigenlijk. Okay. Het is vooral dat er een soort energie... Ik wil dat er een soort energie in zit. Ik was daarbij niet zo heel erg met de tekst bezig eigenlijk. Okay. Hoe belangrijk we hebben het nu over een paar nummers. Hoe belangrijk in zeg maar het schrijven en uitwerken van die ideeën is de live show? Zit dat altijd achter in jullie hoofd? Van we moeten dit live gaan spelen op een gegeven moment? Of we willen dit live gaan spelen? Ik heb zelf altijd, als ik in de studio ben, dan ik heb altijd iets van gooi er maar op. En we kijken wel hoe we dat live doen. Want live gaat niet één op één precies als de plaat. Dat is gewoon... Ja, het is wel te doen, maar soms werkt het live niet helemaal. En dan ga je gewoon een alternatief zoeken. Als het maar wel dezelfde vibe heeft, zeg maar, dezelfde energie, dan moet het wel lukken. Sommige dingen dikken we net wat aan met drums. Of er zitten gewoon bijvoorbeeld 3 toetsenlijnen in. Ja, dan kun je live gewoon, ja, dan moet je nog 2 extra mensen erbij hebben. Ja, dat gaat goed. Ja, gaat wel, maar dan wordt het heel druk op het podium. Ik ben het wel mee eens. Ergens is het wel mooi natuurlijk dat het gewoon op de plaat hoeft niet hetzelfde te zijn als live. En in de studio moet je gewoon eigenlijk alles doen wat je daar kan doen. En live moet je gewoon alles doen wat je daar kan doen. Lijkt me wel leuk om gewoon een keer een soort live plaat te maken ook. Om gewoon, misschien het ook gewoon zelfs live in te spelen. Of in ieder geval het op een manier te spelen zoals je het... Live zit er vaak veel energie in. En dat lijkt me wel mooi om een soort van dat live gevoel een keer te benaderen of zo op een plaat. Wat dat dan ook mag zijn. Hoe zouden jullie, dat is misschien een beetje een vage vraag, maar hoe zouden jullie... jullie eigen live shows omschrijven? Of wat proberen jullie neer te zetten met jullie live shows? Ja. Het is moeilijk wel. Want we hebben niet de laatste tijd niet zoveel live shows gespeeld natuurlijk. Oh ja, ook dat nog. Maar we proberen wel een soort van energie te houden. Een soort van, ik vind het belangrijk dat het een beetje doorloopt. Zodat we dingen aan elkaar kunnen spelen. Korte pauzes. Spanningsbogen is wel belangrijk. En als je op een festival staat, dan denk ik wel dat je vaak wat meer tempo nummers mag spelen. Of meer energie, want je wilt toch publiek pakken. Want dat loopt natuurlijk zo weg naar een ander podium. En ik denk dat als je echt in een club of in een café of in een poppodium speelt, dat je dan... kopen mensen echt kaartjes voor jou. Dus dan denk ik wel van, oké, dan kun je misschien wel wat gevarieerder of
Ja, dat is een beetje mijn insteek van live shows. Zo kijk ik tegenaan. Dat is misschien een beetje... Ja, ik weet niet hoe ik het goed moet formuleren. Maar met Remember a Dream is jullie debuutplaat. Wat is jullie ambitie in zekere zin met deze plaat? Wat hopen jullie dat dit naartoe kan leiden? Of is het zeg maar puur maken van die plaat alleen al? Ja, het hoop te bereiken. Ja, ik zou het wel leuk vinden om een keer gewoon Toets door Europa te kunnen doen of zo. Maar ja, die plaat zelf al, ja. Ik denk dat je gewoon al blij mag zijn dat mensen het willen luisteren, eigenlijk. Sowieso. Dus ja, en het is gewoon leuk om te doen, dat is het eerste. Je gaat het niet per se, ik doe het niet per se om voor andere mensen. Maar ja, erkenning is natuurlijk wel altijd mooi. Dat wil je ergens ook wel hebben. Maar ja, uiteindelijk is het belangrijk dat je het zelf ook tof vindt. En dan kun je het misschien ook overbrengen. Of ja, je moet er eerst zelf achter staan. En dan kunnen andere mensen nog een keer tof vinden. Met dat in het achterhoofd... Want dit is nu jullie eerste plaat onder een nieuwe noemer, zoals je in het begin soort van aangaf. Hoe zien jullie het verschil? Of nou, het verschil is misschien niet het goede woord, maar de progressie die jullie hebben gemaakt sinds zeg maar de vorige band en waar jullie nu staan met z'n vijven. Ik denk dat we sowieso het kundiger zijn geworden op de instrumenten allemaal. Ja, composities zijn gewoon beter. Akkoordprogressies, overgangetjes gaan makkelijker of... er is veel beter over nagedacht. Ja, dat is wat echt het grote verschil is van de vorige band, zeg maar. Is bijvoorbeeld de laatste track op het album, The Man Who Lost His Consciousness of Time, is dat een goed voorbeeld daarvan, hoe jullie bepaalde elementen daarin stoppen en zeg maar verweven, zodat het nog allemaal mooi float? Ja, enigszins. Ik vind het nog steeds ook wel echt allerlei kanten op gaan, hoor. Maar enigszins. De overgangen gaan wel goed, vind ik. Het is wel verrassend elke keer. Je probeert wel een soort van verrassingselement erin te krijgen. Dat vind ik altijd wel tof. Als je iets hoort in één keer wat je helemaal niet verwacht. Zodat je weer een soort van op scherp wordt gesteld. Dat vind ik altijd wel cool. En bij de rest van de nummers heb ik zoiets... Ja, die loop op zich allemaal wel lekker. En als je kijkt naar... qua overgang naar akkoorden en zo. Er zijn best wel wat overgangetjes, maar dat kunnen we gewoon... tegenwoordig gaat het gewoon soepeler of zo, dat het minder opvalt. Ik denk dat ook een dingetje is. Als laatste dan, hoe zien de vooruitblikken eruit voor jullie? Want ik zag dat er een aantal shows stonden. Die waren ook alweer gecanceld, maar er staan nu weer wat nieuwe shows. Dus hoe is het vooruitzicht voor de band? Ja, sceptisch. Ja, nee. Nee. 8 september brengen we nog één single uit. Eén single van de nieuwe plaat met de videoclip. En 2 oktober dan komt of 1 oktober of 2 oktober komt het hele album uit. 1 oktober komt het album uit en 2 oktober hebben we een release show staan in Kuldesak in Tilburg. Ja. Sorry, ga verder goed. Ja, als dat allemaal doorgaat tegen die tijd natuurlijk. Ja. Er stonden inderdaad wat optredens voor deze zomer, maar die zijn toen inderdaad weer afgelast. Er is een kleine kans dat we nog in het najaar een kleine tour door Spanje kunnen doen. Dat hebben we nog niet bevestigd, maar... Ja, dat zal maar even afwachten. We spelen nog een keer een Cinetol in Amsterdam, ergens in november. Ja. Ja, dat was het alweer.
Welke track komt als single uit? Je noemde dat een van de nummers nog als single uitkomt. Welke is dat? One Day Your Angel. Het rustige liedje. Oké, laten we daar dan nog als laatste even induiken. Dat vind ik wel leuk. Want inderdaad, het begint een beetje met fingerpicking. En het is wat een, zoals je zegt, een kalmer nummer. Waar begon dat nummer? Toen ik een beetje aan het tokkelen was eigenlijk. Het nummer is een beetje geïnspireerd op Venus in Furs. Zowel een nummer van Velvet Underground als een oud Engels verhaal. Over een man die geen genot meer kan ervaren in het leven. En die dan van een vriend als tip krijgt om zich om een vrouw te zoeken die hem kan domineren. En dat laat hij dan doen. En zo trekken ze samen heel Europa door. En die man. En ik vond het wel interessant hoe mensen eigenlijk een soort martelaar kunnen zijn. En het zo kennelijk zo'n behoefte hebben om zichzelf te pijnigen. En zichzelf kapot te maken. Hmm. En dat vond ik een mooi thema. Dus toen dacht ik, ja, laat ik daar iets over schrijven. Het is wel heel erg geïnspireerd daarop. En ik vond het wel een mooi contrast dat het gaat eigenlijk over zoiets Frans. En om dat dan in een soort heel lief liedje te gieten of zo. Ja, want dat wou ik dan nog vragen. Van hoe vormt zich dan dat muzikale landschap daaromheen? Is het dan... Hoe is die keuze naar een vrij of een relatief kalm nummer dan ontstaan? Volgens mij wilden we ook wel echt een rustig liedje op het album hebben. Ja, klopt. Ja. Een beetje in die folkhoek. Ja. Dat liedje heb ik gewoon... op een kamer een beetje opgenomen. Dus Erik geloof ik nog vaak langs gekomen om wat lijntjes in te spelen en zo. Maar dat is redelijk... Ja, wat een beetje, wat hadden we in ons hoofd als uitgangspunt? Beetje Mark Fry en I Want Hurt You van West Coast Pop Art Experimental Band, toch? Dat was een beetje het idee erachter. Zo. Een beetje die kant moest het op gaan qua sfeer. Ja. Ja. Oké, nou ik ben benieuwd naar hoe het gaat straks met de release voor jullie. En ik hoop dat alles goed gaat. Ik hoop dat jullie snel weer op de planken kunnen staan. Ja, dat zou tof zijn. Ja. Wel, ja. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. Ja, heel erg bedankt. Jij ook.